We zijn hier bij Avaro Supply Chain Solutions in Heijen, waar je verzorgen logistiek dienstverlening voor klanten in het techbereik, in het consumer products bereik, healthcare bereik. Voor heel EMEA, we leveren aan klanten wereldwijd als het moet. En hier in Heijen hebben we onder andere de klant Rituals. Rituals groeide als klant en de huidige oplossing die we voor hun hadden was niet goed genoeg. Samen met de klant hebben we gekeken hoe we Rituals ook in de toekomst goed konden bedienen. Daarvoor hebben we verschillende oplossingen onder de loep genomen en uiteindelijk hebben we voor een AutoStore oplossing gekozen. We wilden graag één integrator, één aanspreekpunt hebben die de hele oplossing kon implementeren. Uiteindelijk hebben we voor Swisslog gekozen omdat zij in staat waren om als integrator alles aan te bieden, te integreren, maar ook software technisch ervoor te zorgen dat we in de stroom van de keten alles konden monitoren. In de eerste fase hebben we de AutoStore gekocht met 6 pickports, 2 inbaanpoorts, 36 robots. En we hadden een fase 2 in gedachten voor later, als de klant zou blijven groeien zoals ze groeide. Door COVID is dat helemaal veranderd. COVID was eigenlijk een versneller van de groei. Winkels moesten dicht en Rituals focuste zich volledig op e-commerce. Dat zorgde ervoor dat het aantal orders meer dan exponentieel toenam. Daarom hebben we samen met Swisslog de AutoStore uitgebreid. 6 extra outbound-poorten erbij, 65 extra robots om ervoor te kunnen zorgen dat we ook 24/7 kunnen doorwerken voor de klant. De order komt bij ons in het systeem binnen en wij interfacen het door naar Sync, het softwaresysteem van Swisslog. Daar worden de orders gegroepeerd op een kar en die kar gaat het pickproces door. Eerst gaat het door het fastmover gebied heen, waar grote producten liggen of producten die zeer gewild zijn op dat moment. Daarna gaat het naar de AutoStore en wordt het aan een pickport aangedokt. Daar kan een medewerker aan 120 orders tegelijkertijd werken. Als alles gepikt is, gaat de kar naar de conveyor en wordt de doos op de conveyor gezet en wordt de doos automatisch gesloten en gesorteerd naar de eindklant. Voordeel van een AutoStore systeem is dat we compact kunnen opslaan. De bins zijn op elkaar gestapeld, je hebt geen loopgangen meer. En door de manier van werken van de AutoStore zakken de slow-moving producten naar beneden en blijven de snellopende artikelen aan de bovenkant, zodat sneller de producten naar de personen toe kunnen. Door deze oplossing kunnen we compact blijven en kunnen we met de groei nog steeds op hetzelfde aantal vierkante meters blijven. Automatisering voor onze medewerkers betekent dat hun werk natuurlijk verandert. Dus we hebben echt gekeken met de personen welke rol past bij jou. Zodat iedereen zijn of haar rol voor deze klant kon pakken. Ze roleren in de taken die ze doen, dus ze kunnen meer dingen doen. Maar ook worden bijvoorbeeld zwaardere taken door automatisering opgevangen. Een AutoStore-oplossing past binnen onze toekomstvisie om via automatisering en digitalisering een innovatieve partner te zijn in de logistiek. We kunnen zeker AutoStore adviseren voor klanten in de e-commerce, maar ook voor andere type businessen. We gebruiken het ook voor andere klanten, zowel op deze site als op andere sites. Dus we geloven ook in andere automatisering, maar dit is zeker een vorm die we in de toekomst vaker gaan gebruiken.